spierzie. Goedemorgen, we zijn op een van de bekendste plaatsen in Peru. Het is niet Cusco en niet Machu Picchu. Het is Laguna 69. En het is 6 kilometer om erheen te lopen. We zijn net begonnen en 6 kilometer klinkt niet zo heel slecht. Totdat je bedenkt dat we de auto hebben geparkeerd op 3800 meter en de Laguna op 4600 meter ligt. Dus 800 meter stijgen. Dan gaan we weer beginnen. We zitten nu op 4000 meter. Ja. Nog 600 meter stijging. En ik heb al best last van ademhaling. Ja, we moeten even oppassen dat je niet... Nee. We hebben het niet zo heel goed geacclimatiseerd als de vorige keren. Nee. En het is een gekke is dat jij er nu meer last van hebt dan ik. Ja. Dus... Ja. Ik weet natuurlijk niet hoe het is over 200 meter en als we echt gaan stijgen, want dan heb je veel meer vuurstof nodig. Nog 3 kilometer. Nu 4 gaat. Oh, over de helft. We zijn op ons tweede koken snoepje aan het sabbelen. Maar hij is ook een klein beetje misselijk. Dus ik weet niet of het verstandig is dat we helemaal naar de Laguna lopen. We gaan het zien. Dit is het eerste meertje, Laguna Consuelo, op bijna 4300 meter, op 3 meter na. Dus wij staan waarschijnlijk wel, want we staan iets hoger. We staan nu op 4300 meter. Het begint behoorlijk fris te worden, dus we hebben een extra laagje aangedaan. En het gaat niet zo super goed. Dus we gaan zien hoe ver we komen. Toch? We gaan hier nog 1 uur lopen. We denken dat we daar zo naartoe moeten. Dus dat is echt nog een heel stuk. Het is wel echt niet normaal mooi.
hij voelt zich echt niet goed. Dus hij gaat hier blijven. En als het niet goed gaat, gaat hij naar beneden toe. En ik ga kijken of ik boven kan komen. Dat is niet echt ideaal. Maar ja. Als ik nu niet in mijn eentje ga, dan gaat Roy met me mee. En dat is ook niet zo verstandig. Hier gaan we weer omhoog, alleen nog maar omhoog. Ik zie Roy niet meer zitten op de plaats waar ik hem achtergelaten. Hij zou naar beneden gaan als het niet goed ging, dus ik hoop dat dat niet het geval is. Blijkbaar is het nog 2 minuten. En ik hoop dat dat zo is. Maar dat is heel goed nieuws, want er komen dus best wel veel mensen weer terug. Omdat we niet zo vroeg zijn. Blijkbaar. En iedereen begint me aan te moedigen, dus dat betekent denk ik dat ik erbij ben. Oh, ik hoop het. Verzacht de pijn wel een beetje. Dit is echt heel mooi blauw. Laguna 69. 69. Op 4600 meter. En het is adembenemend, letterlijk. Letterlijk. Oh, het smeltwater. Wauw. En ik weet niet hoe ik dit gedaan heb. Ja, ik weet wel, want ik heb Roy beneden gelaten. Maar ik ben hier helemaal alleen. Helemaal alleen. Het was echt heel erg zwaar en ik ga ook zo naar beneden, want ik wil zien hoe het met Roy is. Ik voel het hier ook wel behoorlijk, moet ik zeggen. Het is echt heel mooi. Het is echt niet normaal mooi, die kleuren. Maar ik zou hier uren kunnen blijven zitten. Maar ik wil nu graag weten hoe het met Roy is. Dus ik ga terug naar beneden.
Laguna 69. Hoi! Het is echt nog een heel klein stukje. Ja. Oh, ik wist het. Dat ben je toch ook eigenwijs? Geef die rugzak maar aan mij. Dit? Is echt hoe eigenwijs dat er dus is. Hier moet ik het dagelijks mee doen, hè? Gaat het? Kijk, dat bedoel ik dus. Oh. We gaan nu naar beneden. Dat was ongelooflijk zwaar, ongelooflijk ver, ongelooflijk hoog, ook wel erg mooi, heel erg blauw, maar ik ben vooral blij dat daar de auto staat. Volgende week brengen we Red letterlijk naar een hoger niveau. We hopen dat je deze video weer leuk vond. Zo ja, geef ons dan een duimpje en abonneer op ons kanaal. Dan zien we je in de volgende video.